Hi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn favoriete producten laten zien van maart. Ik heb hier het mandje met alle producten erin en ik ga je dus laten zien welke producten ik heel erg fijn vond van de maand maart. En ik vertel je uiteraard ook waarom ik deze producten heel erg fijn vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar welke producten er in het mandje zullen zitten, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met een Sunkist Glow bronzer van Max & More. Dat is deze bronzer in de kleur 156 Golden. Hij is ook voor je lichaam en voor je gezicht dus. Hier zit 14,5 gram aan bronzer in. Hij is vegan en hiermee zou je eigenlijk een mooie zongebruinde tint kunnen creëren. Ik vind allereerst de binnenkant heel erg mooi. Er staat een soort zonnetje ook in. Heel leuk. Hij heeft geen geur. Ik vind hem er heel erg mooi uitzien. Ik vond ook gewoon hem op mijn gezicht heel erg mooi. Want ik ga hem even swatchen. En kijk, dit is het pigment wat er afkomt. Hij lijkt best wel donker. Er zit ook een hele lichte shimmer in. Maar ik moet zeggen, ik was toch wel heel erg enthousiast over deze bronzer. Je kunt er heel erg mooi mee contouren. Ik heb hem gewoon op mijn gezicht gebruikt. Ik heb hem verder niet gebruikt op mijn lichaam of zo. Maar gewoon puur op het gezicht. En daarvoor vond ik hem echt heel erg goed. Dus ik was heel erg enthousiast over deze bronzer. Hij komt bij de Action vandaan. Ik weet op het moment niet of die nog te koop is. Want dat weet je bij de Action nooit. Maar ik vond het echt wel een aanradertje. Dan heb ik hier een lip contour kit Bare It van PS. En deze komt bij de Primark vandaan. En deze komt ook in dit leuke doosje. Dus het is ook heel erg leuk om deze cadeau te geven. Als je het doosje dan opent, zitten er 3 producten in. In deze zitten er nog 2, want er zat 1 lipkleur in. Die vond ik niet zo mooi. Die is bij de veel producten beland. Maar er horen dus 3 producten in te zitten. Nou, omdat er hier nog maar 2 in zitten, vertel ik je gewoon over deze 2 producten. Het jammer is, er is heel weinig bekend over dit contourkitje. Want er zit dus geen ingrediëntenlijst bij. Ook geen beloftes of zo. Maar je hebt dus allereerst een mooie lipliner. Dat is deze. Die is dus eigenlijk ook meer in de kleur bij deze. Daar komt hij heel mooi overheen. De andere kleur die erbij zit van de lipkleur, die is geel. En op zich kan daar de lip... het lippenstel ook wel heel goed bij. Het is wel een potloodje wat je zelf moet slijpen. Ik vraag me wel een beetje af hoe dat bij deze gaat. Want ja, ik ben daar niet heel erg thuis in. Maar hij is vrij romig. Het is dus niet echt een potlood wat heel erg zeer doet als je hem aanbrengt. Maar het is een vrij romig potlood. Ik heb hem hier eventjes geswatcht. Dan is dit de kleur. Je kunt er eigenlijk prima mee contouren. Dus daar had ik absoluut geen klachten over. En het geeft gewoon net een leuk extraatje aan je lippen. Nou, dan heb ik dus hier ook de Liquid Matte Lipstick. Dat is deze. Hij is dus gewoon mat. Verder dus weinig informatie. Hij heeft gewoon zo'n applicatortje. Hij is wel vrij kort. Maar hij droogt wel heel mooi mat op. Ik vond deze kleur best wel mooi. Want die is nog vrij neutraal zoals je kan zien. En ja, op zich matcht het heel erg mooi. Die andere is dus wel meer geelachtig. Maar die zul je nog in een veel productvideo voorbij zien komen. Maar deze 2 producten vond ik heel fijn. Ik had ook niet het gevoel dat mijn lippen super uitgedroogd werden door de matte lipstick. Dus dat vond ik zelf wel heel fijn. Want ja, dat zie je wel heel vaak. Maar dat had deze dus minder. Heel leuk setje dus deze. Dan heb ik een oogschaduwpalette van Max & More. En dit is het 500 Pour It Up. Ik heb hem even in het doosje gestopt. Zodat ik even de kleur goed kon laten zien aan jullie. Maar ik zal hem er uiteraard eventjes uithalen. Dit palette is ook vegan trouwens. Ik heb er hier al meerdere van getest. Het doosje is vrij basic. Het is gewoon plastic. Zwarte rand. Ja, je ziet de kleuren. Dus dikke prima. Er zitten 12 kleurtjes in. Die staan ook op de achterkant vermeld. Dat vind ik zelf wel heel erg handig.
En je krijgt er een dubbelzijdige sponsapplicator bij. En dan zijn dit de kleuren. Ik ga er even een paar voor je opnemen. Zoals je kan zien zijn het vooral veel roze tinten. Maar dat vond ik zelf wel heel erg leuk. Want ik hou daar wel van. En dan zijn dit een aantal van de kleuren. Zijn het de origineelste kleuren die je kunt hebben in een palette? Nee, absoluut niet. Want het zijn kleuren die je wel vaak in paletten terug ziet komen. Maar ik was er toch best wel van onder de indruk hoe fijn het paletten gewoon was. Ook gewoon met het blenden en het aanbrengen. Je hebt shimmer kleuren, maar ook matte kleuren. Dus ja, ik vond dit paletten echt wel heel erg leuk. En ik zei net pour it up, maar het is pop it up. Zie ik nu. De 505. Ja, de pens zijn niet heel groot. Dus je kunt er het beste met smalle kwastjes in gaan. Maar ondanks alles kun je met dit paletten. Dat de kleuren niet zo heel, heel erg uniek meer zijn. Wel hele mooie looks maken. Dan heb ik een mascara van Catrice. En dit is de Last Changer Volume Mascara in een waterproof variant. Deze is vorig jaar uitgekomen. Heeft de naam 010 Ultra Black Waterproof. Hier zit hyaluronic acid in. En deze belooft eigenlijk gewoon volume te geven, deze mascara. Hij is heel makkelijk te verwijderen. Dat dan weer wel. Het borsteltje vind ik ook wel heel erg mooi. Fijn moet ik zeggen. Want het is echt wel een borsteltje waar ik van hou. Niet dat vieze plastic waar ik dus niet zo heel veel mee heb. Deze vond ik wel heel fijn. Heeft gewoon een typische mascara geur. En deze gaf echt heel veel volume. Het waterproof, dat miste ik wel. Ik zag niet zo heel veel van de waterproof terug. Want ik heb hem ook eventjes getest op mijn hand. En onder water gehouden. Omdat ik verder eigenlijk nooit iets doe van zwemmen of zo. Dus ik kan hem daardoor niet zo goed testen. Maar hij liep wel heel snel uit. Dus het waterproof effect vond ik niet zo heel erg handig. Maar deze gaf dus wel volume. En de roze variant, daar zag ik dus niks van terug. Maar deze gaf echt veel volume aan mijn wimpers. Dus ondanks dat het waterproof effect niet echt werkte, gaf die wel heel veel volume. En daar was ik heel erg blij mee. Dan heb ik van Essence een lip care booster, een lipboter. Dat is deze. En hier zit 10% kokosnotenolie in. En deze verzorgt je lippen gewoon heel erg fijn. Ze repareren ook je lippen en zou ook een soort van plump effect geven. Daar heb ik niet echt naar gekeken. Ik vond hem gewoon heel erg fijn. Heeft een vrij kleine opening zoals je kan zien. Ik zal een heel klein beetje op mijn hand doen. Al heb je daar niet zo heel veel aan. Waarschijnlijk. Maar kijk, dit is hem dan. Je smeert hem gewoon lekker uit op je lippen. Ik heb hem lekker aangebracht voordat ik ging slapen. En de volgende dag had ik gewoon hele lekkere zachte lippen. Ik vind het dan lekker als het gewoon een hele nacht kan intrekken. Dus het is gewoon een hele fijne lipboter om je lippen net eventjes wat meer te verzorgen. Ook vind ik de kokosnootjes wel heel erg leuk hier op de verpakking. Dus dat vond ik echt wel heel erg fijn. Ik heb vooral heel veel Catrice hier nog in zitten, zie ik. Dus ik probeer het een beetje te verdelen. Ik heb hier namelijk een limited editie van Catrice. En ik ga even kijken. Deze heet, volgens mij stond het hier op, Bang Boom Brow. En ik heb hier allereerst een face en brow fixing spray. Dat is deze. Een hele fijne spray die je gezicht gewoon lekker eigenlijk een beetje hydrateert. Maar ook gewoon je make-up goed op zijn plek blijft zitten. Heeft verder ook geen naam gekregen. Maar ik vond het wel een hele fijne spray. Heeft ook een vrij fijn spray kopje erop zitten. Dus dat vond ik wel heel erg fijn. Was verder ook wel vrij geurloos. Volgens mij. Ja, je ruikt hem niet heel erg. Maar ik vond het wel een hele fijne, fijne spray. En dan heb ik ook de Soap Brow Stylist getest. Ik ben hier toen een poosje geleden heb ik het eens een keer getest. Toen vond ik het helemaal niks. Maar ik heb het nu weer getest.
En dat zijn deze. En ik heb deze in een aantal kleuren. Ik heb hier de kleur 070 Black. Eigenlijk konden alle kleuren heel goed bij mijn wenkbrauwen. Dus het was niet dat ze heel veel kleur afgeven. Het is eigenlijk gewoon meer dat je je wenkbrauwen dus in model brengt. Je maakt je spoelie of je kwastje maak je even nat met wat fixing spray of water. Je gaat daarmee door de soap, zeg maar. En dan breng je het aan. Er zit nu eventjes een dingetje op. Maar kijk, zo ziet zo'n soapje er dan uit. En dan breng je het gewoon aan en blijft het goed op zijn plek zitten. Ik moet wel zeggen, als je het heel veel doet, merk ik wel dat een spoelie wat meer pijn gaat doen op de wenkbrauwen. Maar dat is allereerst dus deze kleur. Dan heb ik hier de kleur 040 Medium Brown. Dat is een wat lichtere kleur. Net wat ik zeg, de kleuren zijn niet zo intens. Dus eigenlijk pasten alle kleuren wel goed bij mijn wenkbrauwen. Dit is het 020 Light Brown. Dit is de 050 Warm Brown. Hier hebben we de 030 Dark Brown. Ja, ik kan deze ook niet voor jullie swatchen, want dat moet met, daar moet het nat voor zijn. Maar er staat een review van online op mijn blog. Dan heb ik hier de 060 Cool Brown. Dus echt wel een heel fijn product. Ik vond het fijner dan ik had verwacht, dus ik ben wel heel erg tevreden. Dan heb ik een foundation van Maybelline. Het is de Dream Radiant Liquid Hydrating Foundation in de kleur 04 Light Porcelain. Hier zit hyaluronic acid in en collageen. En ik koop normaal eigenlijk dit soort foundations nooit zo snel. Maar deze kon ik een poosje geleden met een fikse korting kopen. Toen wilde ik het graag een keer proberen. Het is dus een foundation die heel licht aanvoelt op de huid. Je kunt hem heel fijn inblenden. En hij verzorgt ook gewoon tegelijkertijd je gezicht. En dat vond ik wel heel fijn, omdat je gezicht wordt heel gehydrateerd. Ik vond het een beetje lastig om de juiste kleur te kiezen. Ik heb uiteindelijk wel de juiste keuze gemaakt. Maar toen ik deze kocht, waren er nog geen testers. Inmiddels komen de testers wel weer wat meer terug. Nu corona eigenlijk weer wat meer naar de achtergrond gedraaid wordt, komen de testers meer terug. Dus wordt het ook makkelijker om wat uit te kiezen. Maar ik heb hem dus deze. Dit is het pompje. Nou, daar was ik dus niet zo blij mee. Want het pompje die... ik heb hem één keer gepompt, want er komt niet heel veel product uit. Maar ik heb het idee dat de druk er ook af is. Dus het is voor mij heel moeilijk nu om hier wat product uit te krijgen. Het is nu gelukt. Dit is hem. Nou lijkt hij met de swatch vrij donker. Maar op mijn gezicht was hij echt perfect. Maar nu zit alles dus onder de foundation. Omdat het pompje, ik heb dus net eentje die een beetje een zwak pompje heeft. Dat is een beetje jammer. Maar goed, de foundation zelf is gewoon heel fijn. Perfecte kleur, voelt fijn aan op het gezicht. Dus daar was ik wel heel erg tevreden over. Dan heb ik hier een primer van Catrice. Het is een hydro primer uit de Love Skin and Respect Earth lijn. En dit is deze. Hele mooie verpakking met dat blauw. Dit is een primer die belooft je huid 24 uur te hydrateren. En er zitten naturel ingrediënten in. En biocherry, aloe vera, kokosnoot. En er zitten dus ook weer geen parabenen, minerale olies in, PEX, siliconen en ook geen microplastic deeltjes. En deze tube is ook gemaakt met 42% gerecycled plastic. Dus dat is ook wel leuk dat ze daar heel erg mee bezig zijn. Het is een hele fijne primer die gewoon heel fijn aanvoelt op de huid. Hij is blauw van kleur. Dat is wel eventjes wennen, want dat was ik nooit zo gewend. Maar daar zie je niks meer van als je die eenmaal op je huid hebt aangebracht. Maar het is echt wel een hele mooie primer waarvan ik wel dacht van, oh, hij voelt heel fijn aan. Ik voelde ook echt gewoon dat mijn huid heel erg gehydrateerd werd door deze primer. Het prikte ook niet, want ik heb nog wel eens dat primers kunnen prikken, maar dat had deze totaal niet. Dus echt een hele, hele fijne primer ook deze. Dan heb ik drie Hydrating Nude Lip Sticks van Essence. En deze heb ik in de kleur 302 Heavenly. Die zien er zo uit. De huls heeft zeg maar de kleur van de lipsticks. Ze hebben een hele mooie gouden onderkant. Hele mooie lipsticks. Zo ziet hij er dan uit.
Ik zal hem even swatchen. Ik vond deze kleur echt heel erg mooi. Ze bleven heel mooi zitten. Dit is hem. Ja, het zijn een beetje wat nude kleuren. Je hebt hier ook bijpassende lipliners bij. Dat maakt het dan nog wel weer extra leuk ook om zo'n look te maken. Het zijn echt meer lipsticks als je bijvoorbeeld een heftige ooglook hebt. Dat je denkt, nou, ik vind het wel fijn om hier een wat zachtere lipstick bij te gebruiken. Zijn deze gewoon heel geschikt. Dat is deze kleur. Dan heb ik ook de kleur 301 Romantic. Deze kleur vond ik het minst van alle drie. Omdat die vrij licht is. En op zich is het niet heel verkeerd. Maar deze moet je wel wat meer opbouwen, vond ik zelf. Deze ziet er zo uit. Dus echt wel een wat lichtere tint. Het is op zich niet heel verkeerd hoor, maar... Nou, die ziet er dan zo uit. Dat is deze kleur. Dus echt wel wat lichter. Moet je ook echt wel wat dikker aanbrengen om hem helemaal goed dekkend te krijgen. En deze was ook wel een van mijn favorieten. En dat is de 303 Delicate. Dat is deze kleur. Hele mooie kleur ook. Dat is die. En die. Nou, even swatchen. Ziet er zo uit. Hele mooie, fijne lipsticks. Voelen fijn aan op de lippen. Dat vind ik altijd wel heel belangrijk. Dat lipsticks ook fijn aanvoelen. Want sommige die kunnen zo trekken of zo. Hadden deze totaal niet. Hebben ook gewoon een lichte glans. Maar wel hele fijne, mooie kleuren. En nude schijnt weer wat meer terug te komen. Het is een tijdje weg geweest. Maar je ziet het steeds vaker weer. En het laatste product wat ik heb is een oogschaduwpalette van Catrice. En dit is het... Pro Slim Eyeshadow Paletten in de Lavender Breeze variant. Dat is deze. Het zijn van die mooie oogschaduwpalettes waar je 3D oogschaduw op hebt staan. En wat ook doorloopt aan de achterkant. Deze heet de naam 010 Sea of Blossoms. Nou, ze hebben aan de binnenkant dus een mooie spiegel. En dan zijn dit de kleurtjes. Het zijn kleurtjes waar je van moet houden, want ze zijn wel wat aan de lichtere kant. Maar het zijn dus dit soort kleuren. De namen staan eronder. Vind ik altijd heel mooi. Zoals deze effecten vind ik ook heel mooi. Bijvoorbeeld die. Ik zal even een paar kleuren oppakken voor de swatches. Zodat je een beetje een idee hebt wat de swatches doen. Maar ik was toch wel heel erg verbaasd. Kijk, dit zijn de swatches. De lichtere kleuren kun je heel makkelijk opbouwen. Dus het is niet zo dat je... denkt van, nou, als een kleur bijvoorbeeld wat minder pigment afgeeft, hij valt heel erg tegen. Je kan ook altijd even je kwastje nat maken met een beetje fixing spray. En eigenlijk is het gewoon een heel erg leuk oogschaduwpaletten. Zijn ook weer wat meer zachtere kleuren. Ik denk ook wel weer misschien leuk een beetje voor de lente. Maar ik vond het wel een heel erg leuk en mooi paletten met een goede pigmentatie. Ik was eigenlijk wel tevreden ook over dit paletten. Dus ik ben er ook wel heel erg blij mee. Nou, dan waren dit al mijn favoriete producten van maart. Het valt eigenlijk best wel mee wat ik heb aan producten. Ik had eigenlijk... ik heb natuurlijk veel meer getest. Maar er is helaas ook best wel wat in de veel productenbakken beland. Maar goed, dat hoort erbij. Ik ben in ieder geval met deze producten heel erg blij. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij een van deze producten al eens hebt geprobeerd. Of dat je misschien benieuwd bent naar een van deze producten. Zou het zeker leuk vinden als je dat laat weten in de comments. Ik ga deze producten lekker in mijn stash opbergen. En ik ga er weer heerlijk van genieten. Want ja, nu heb ik het inzicht weer en kan ik ze lekker gaan gebruiken. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!